Goedemorgen, vrienden van het MSH, kunstvrienden. Ik ben blij dat u deze toch wat druilerige, net niet lentedag, de lente moet nog beginnen, hier gekomen bent om te luisteren naar een voordracht van Arianne van Zuchtelen over Roland Saverij. De twee worden gebruikt, maar Arianne, ik weet niet wat jullie voor op de detecteren. Saverij, ja. Ja, ik heb het ook altijd over Saverij, maar in Vlaanderen wordt ook regelmatig Saverie gezegd. Voorin ik Arianne even kort introduceer, het werk van Saverij is mij bekend, maar niet vanuit de 17e eeuw, zoals de specialiteit van Arianne is, maar vanuit de 16e eeuw. Hij is in hoge mate beïnvloed, zeker in zijn vroege werk, door Pieter Breugel, zoals u weet, een kunstenaar waar ik wel wat enige aandacht aan heb besteed. Roland Saverij was overigens een uitstekend tekenaar en dat heeft geleid tot een wetenschappelijke en ook menselijke klein drama in de jaren 70, de zogenaamde na het leven affaire, vrijwel gelijktijdig. Vonden twee kunsthistorici, een kunsthistoricus uit Amsterdam, Frans van Leeuwen, en Joni Spicer, een promovenda uit de Verenigde Staten, vanuit verschillende invalshoeken bewijzen dat een hele grote groep tekeningen, die altijd aan Pieter Breugel waren toegeschreven, de na het leven tekeningen, prachtige tekeningen, die naar het leven, dus naar studies naar het leven, die waren gemaakt, niet van Pieter Breugel waren, maar zeker van Roland Saverij moesten zijn. Iets waar aan de tentoonstelling ook enige aandacht wordt besteed. Het is vanuit die invalshoek, een aantal keren gepubliceerd over die na het leven, dat Roland Saverij bij mij in de kijker is gekomen. Uiteraard, ik ben ook blij hier iemand uit Kortrijk te zien, een collega. Dat Saverij bij mij altijd op de radar is blijven staan. Ik was ook blij hier te komen met een bijzonder mooi werk. En ik vond het ook verheugend om te horen dat het werk in Bruikleen werd gevraagd voor een tentoonstelling in het Mauritshuis. Het Mauritshuis is mij, net als Breugel, maar op een andere manier zeer dierbaar. Ik ken het museum vrij goed, regelmatig mee samengewerkt. Ik heb ook de eer om in de Raad van Toezicht te mogen zetelen van dit museum. En ik heb daar ook veel tentoonstellingen gezien. En een van de dragende conservators en medewerkers van de tentoonstellingreeks in het Mauritshuis is Arianne van Zuchtelen. Arianne is een belangrijke waarde in de wereld van de tentoonstelling, het onderzoek en publicaties over de Hollandse 17e eeuw. We zijn ongeveer gelijktijdig begonnen in onze museale loopbaan. Zij is van ouds verbonden aan het Mauritshuis. Heeft ook bijzondere publicaties en tentoonstellingen daar gemaakt. Meegewerkt of geheel zelfstandig gemaakt. Zelfportretten, prachtige tentoonstelling. Jan Steen, dat zijn maar twee van de Breugel en Rubens, daar heb je ook aan meegewerkt. Dat is een hele rist tentoonstellingen die in het Markthuis te zien zijn geweest. Waar zij een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd of de curator van was. Dus we zijn bijzonder blij dat zij de tijd heeft genomen om de tentoonstelling over Roland Saverij hier toe te lichten. In deze reeks dit jaar zullen wij aandacht besteden aan een aantal belangrijke bruiklenen uit onze collectie. We zijn niet zo groot als het Rijksmuseum en we zijn op het gebied van de Hollandse 17e eeuw wel goed, maar natuurlijk niet zo goed als het fenomenaal Mauritshuis. Maar het is wel zo dat onze collectie veel gevraagd is voor bruiklenen. En dat is een aanleiding om dan een van de samenstellers of een van de auteurs te vragen om de kunstenaar of het onderwerp in kwestie toe te lichten. Arianne, je hebt gestudeerd in Groningen, daarna in het Mauritshuis gewerkt. Heel rijk gepubliceerd, niet alleen overigens op de 17e eeuw, maar ook de 16e eeuw heeft jouw aandacht gehad. Ik ben bijzonder blij dat je hier in Gent aanwezig bent om de tentoonstelling toe te lichten. En ik zou zeker zeggen, de tentoonstelling loopt nog tot, ik denk, 20 mei. Tot en met 20 mei.
aarzelt u niet, stapt u een keer in de auto. Het is maar 200 kilometer. Het Mauritshuis is altijd de moeite waard. Dus ik zou zeggen, vol le voyage. Maar eerst nu het verhaal over Hollandse Haverij van Ariane. Ariane, ik geef je bijzonder graag het woord. Hier is, ja, dank voor deze inleiding. Fijn om hier te zijn in Gent. Een van de schilderijen in de tentoonstelling is een bruikleen van het Museum voor Schone Kunsten. Daar zijn we heel blij mee, een heel mooi landschap. Roeland Saverij, geboren in 1578 in Gent. Dus een kunstenaar afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden. Die als jongen, het is de tijd van de 80-jarige oorlog. Als hij 6 jaar is, dan belandt hij, dat is een doopsgezinde familie, door de strijd die gaan is de godsdienst. Ja, dat zei ik. Kortrijk. Oh, zei ik in Gent? Oh, nee. Oké. Okay. Nee, dat is een hele grote fout. Fijn dat u mij corrigeert. Nee, hij is in Kortrijk geboren, zeker. Hij is in Kortrijk geboren, in West-Vlaanderen. En dat ik die fout dan hier maak, dat is wel heel erg. En hij, de 80-jarige oorlog, doopsgezind gezin. Hij uiteindelijk wijkt eerst uit naar Brugge. En vervolgens belandt hij als ongeveer 6-jarig in Haarlem, in de noordelijke Nederlanden. Een plaats waar veel mensen uit het zuiden zijn neergestreken, ook uit Kortrijk en omgeving, zoals onder andere Karel van Mander. Ik vertel zo wat meer over het leven van Roeland Saverij. Maar hier ziet u alvast 3 schilderijen van Roeland Saverij in het Mauritshuis. Die de aanleiding vormen om deze tentoonstelling te organiseren. In museumtermen aanwinsten is het Bloemste Leven links. Een schilderij dat in 2016 werd verworven door het Mauritshuis. Een prachtige schilderij. Dat van het boeket in een trompe-l'oeil-achtige nis. En rechtsonder een werk wat helemaal stamt in die Pieter Breugel-traditie. Een voorstelling van een boerenfeest bij een boheemse herberg. Op basis van allerlei kledingdetails zijn de mensen geïdentificeerd als boheems. Een schilderij wat in 2016 als een geschenk van Willem van Dedum in het Mauritshuis terecht is gekomen. Dus die twee schilderijen vrij nieuw verworven. En dan boven rechts een voorstelling, een van de dierstukken van Roeland Saverij. Een voorstelling van Orpheus en de dieren. Wat een werk is wat al in de collectie zat van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia. Een schilderij uit 1627. Dus dat is oud bezit, want de collectie van het Mauritshuis is, de kern daarvan gaat terug op de collecties van de Oranje stadhouders, vooral uit de 18e eeuw, stadhouder Willem IV en Willem V. Dus dat is een oud bezit van het museum. Dus het Mauritshuis organiseert met enige regelmaat monografische tentoonstellingen. En Roeland Saverij is een kunstenaar en een journalist beschreven als een kunstenaar die niet bekend is, maar wel heel belangrijk. En ik vind dat eigenlijk een hele mooie omschrijving van wie hij was. Dus ik, in de aanloop van deze tentoonstelling, als ik vertel dat ik bezig was met Roeland Saverij, dan wist eigenlijk bijna niemand buiten de kunsthistorische wereld wie dat nou eigenlijk was. Maar hij is ongelooflijk belangrijk en een pionier op heel veel vlakken. En ook heel veelzijdig en een geweldige tekenaar. Dus in de tentoonstelling aan het Mauritshuis, de expositieruimte van het museum is relatief klein. Dus de keuze moet altijd in zekere zin is die beperking ook een voordeel, waardoor je niet heel veel hebt, maar wel heel geconcentreerd en kunt kiezen voor de mooiste werken. We hebben 43 werken van Saverij in de tentoonstelling, waarvan 23 tekeningen. Dus dat is meer dan de helft. En ja, dat is ook omdat hij zo'n geweldige tekenaar was.
Dus geboren in Kortrijk, 1578. Of soms wordt ook wel gedacht 1576, maar het is meest waarschijnlijk 78. Hier ziet u een prent van hem postuum uitgebracht na zijn overlijden uit 1647. Met een gedicht van zijn achterneef Hendrik Rogman. Een prent van Geertruida Rogman naar schilderij van Paulus Moreelse. Saverij komt dus terecht in noordelijke Nederlanden, zoals heel veel mensen in die tijd. En die instroom van al die goed geschoolde kunstenaars, ambachtslieden, tapijtwevers, glasblazers, noem het allemaal maar op. Uit het zuiden naar het noorden is ongelooflijk belangrijk geweest voor de grote bloei van de kunst in de 17e eeuw in Nederland. Hè, wat dan de gouden eeuw van de schilderkunst wordt genoemd. Heel veel van de nieuwe onderwerpen die dan tot bloei komen in die periode, zoals het bloemstilleven bijvoorbeeld, het stilleven überhaupt als zelfstandig genre, maar ook landschappen en voorstellingen ontleend aan het dagelijks leven, wat we genre-taferelen noemen. Al die onderwerpen, al die thema's vinden hun oorsprong eigenlijk in het zuiden. Een van de belangrijke lijnen waar dat naar terug gaat is Pieter Breugel. En in die traditie is Roelant Saverij opgeleid. Hij was weliswaar al als kind in het noorden terechtgekomen, maar hij werd opgeleid als schilder door zijn 12 jaar oudere broer Jacob of Jacques Saverij, met wie hij rond 1590 verhuisd naar Amsterdam, waar een hele groep Vlaamse kunstenaars werkzaam waren, die allemaal werkten in die zuidelijke traditie. Roelant Saverij was echt een pionier op heel veel vlakken. Dus hij was niet alleen een bloemstillevensschilder. Het vroegste gedateerde, bewaard gebleven bloemstuk is een werk van zijn hand. Maar hij was een kunstenaar die een enorme belangstelling had voor de zichtbare wereld om hem heen. Dat is ook iets wat in die 17e eeuw zo belangrijk wordt. Dus hij observeert met eigen ogen wat hij ziet en legt dat vast in tekeningen, landschappen. Hij is een dierenschilder, maar hij schildert ook mensen en tekent ook mensen. En die observatie van de wereld om hem heen, met dat enorme oog voor detail, dat naar het leven werken, dat is een kreet die heel belangrijk wordt. Er werd al even gerefereerd aan de naar het leven affaire rond 1970. Dit ging over die grote groep tekeningen die niet van Breugel, maar van Saverij bleek te zijn. Maar dat concept van naar het leven werken, dat is voor hem heel belangrijk geweest. In 1602 maken de broers hun testament op in Amsterdam, omdat zij van plan zijn te vertrekken naar het buitenland. Zij gaan in dienst van de keizer Rudolf II in Praag, de Habsburgse keizer die het hof van Wenen naar Praag had overgebracht en die een soort van maniacale verzamelaar was, die werkelijk alles heeft willen verzamelen wat er op de wereld te krijgen was. En als het ware de hele wereld binnen handbereik heeft proberen te brengen in zijn paleizen in Praag. Hij verzamelde kunstnijverheid, wetenschappelijke, alles wat met wetenschap te maken had. In zijn tuinen had hij allerlei nieuwe planten en bloemen die vanaf de 16e eeuw werden geïmporteerd van over de hele wereld, voor het eerst in Europa. En in zijn dierentuinen en volières verzamelde hij dieren en vogels. Ook heel veel opgezette vogels, voor zover hij niet over levende vogels kon beschikken. Hij verzamelde ook mensen aan zijn hof. Hij trok kunstenaars aan. Hij was een groot bewonderaar van Breugel. En het lijkt erop dat hij misschien die gebroeders Saverij naar het hof heeft willen halen als kunstenaars die in die voetsporen, Breugel was al enkele decennia overleden, van die bewonderde Pieter Breugel konden treden. Jacob Saverij die overlijdt vrij kort nadat zij hun testament hadden opgemaakt. Er heerst de pest in Amsterdam in 1603. Onverwacht overlijdt hij en Roelant vertrekt in zijn eentje naar Praag. En daar moet hij dus, ik vertelde al over die fantastische collecties van Rudolf II, daar moet hij werkelijk met zijn neus in de boter zijn gevallen. En daar heeft hij echt
alles kunnen ontdekken en is hij een verwoed tekenaar geworden. Hij trok erop uit met zijn schetsboek in Praag, buiten Praag, de dorpen in de omgeving, maar ook verder het land in. En in die dierentuinen zag hij al die bijzondere soorten die hij kon tekenen en die hij kon bestuderen. De lievelingsleeuw van de Rudolf, die had naar verluid een leeuw waarmee hij uit wandelen ging, heeft hij getekend. Hij kon alles vinden wat hij maar wilde. In die collecties van Rudolf vond hij die ook afbeeldingen van natuur. Van de natuur verzamelde. Dus hij liet albums aanleggen met afbeeldingen van bloemen, van planten, van dieren. Alles wat hem interesseerde, trof hij eraan. Hij was in de catalogus heb ik het verdeeld in een aantal hoofdstukken. In de tentoonstelling loopt het een beetje door elkaar heen. Maar je kunt zeggen dat hij uitblonk in Roeland Savre in landschappen, bloemen, dieren en mensen. Dus langs die vier thema's leid ik u nu door het werk van Roeland Savre aan de hand van de tentoongestelde werken in Den Haag. Hier ziet u een gezicht op Praag. Want Roeland Savre van zijn hand is een groep topografische tekeningen van Praag bewaard. Een groep van 25 bladen, wat echt veel is. Dus daarmee is Praag de stad waarvan het vroegste een grote omvangrijke groep tekeningen is gemaakt. De eerste stad na Rome. En Rome werd natuurlijk altijd al getekend met al die belangrijke monumenten die daar aanwezig zijn. Maar Praag is ook door Roeland Savre getekend. Hier zie je de stad vanuit het westen met aan de aan de linkerkant de Burgt. Als u wel eens in Praag bent geweest, dan kunt u zich dat een beetje voorstellen waar het is. En hier aan de rechterkant de ingang van het Strahofklooster. Dus aan de overkant van de Moldau die hier in de verte stroomt. Een hele gedetailleerde tekening. Maar hij maakte ook allerlei tekeningen in de stad, waarbij hij een groot oog had voor alles wat hij schilderachtig noemde. Dat was een term die toen ook al wat werd gebruikt, eigenlijk betekent het een moeite van het schilderen waard. En hij had een oog voor de rafelrandjes van het leven, van de werkelijkheid. Dus hij tekende graag wat bouwvallige gebouwen, oneffen bestrating, rommelige hoekjes, in de natuur afgeknapte bomen. Allemaal dat soort bedelaars. Mensen met kapotte kleding. Dat soort dingen vond hij buitengewoon interessant. En doordat het zo levensecht lijkt, hè, dat naar het leven was zo belangrijk voor hem, was het juist als je dat soort dingen weergeeft, dan geef je ook aan dat je oog hebt echt van hoe de werkelijkheid er echt uitziet. Op deze tekening in het kadertje rechts ziet u als een soort van keurmerk, heeft hij zichzelf, ziet u hem zitten, weergegeven. Terwijl hij met zijn inkstelletje naast hem hieronder, is hij het aan het tekenen. Dus hij geeft aan van, nou, ik heb dit echt met mijn eigen ogen gezien, dit uitzicht over de stad, boven hem een geitje. Dit is een van de tekeningen, hebben we helaas niet in de tentoonstelling, maar ik laat het toch even zien om even indruk te geven van het soort van tekeningen in de stad die hij maakte. Hier gezien, waar je ook echt ziet dat hij dat rommelige interessant vond. Die bestrating die helemaal zo rondhobbelt. En daar het begin aan de rechterkant het begin van de Karelsbrug over de Moldau. Landschappen. De kunstenaars uit de Nederlanden die hadden buiten de Nederlanden de reputatie dat zij als landschapskunstenaars. Zo werden ze, dat kunstenaars naar Italië gehaald bijvoorbeeld. De Nederlanders waren heel goed in het schilderen en tekenen van landschappen. En het is heel goed mogelijk dat Rudolf II Roeland Savre ook als landschapskunstenaar naar Praag heeft gehaald. En wat heel bijzonder is dat hij Rudolf II, dat is gedocumenteerd, heeft hem op pad gestuurd naar Tirol, naar dus een gebied van binnen zijn rijk, om daar schetsen te maken van de landschappen die hij daar tegenkwam. En Roeland Savre is de eerste geweest die van heel dichtbij van die watervallen. Hij was echt onder de indruk van die woeste natuur van de Alpen. Dat kun je echt aan dat werk aflezen.
En Rudolf II heeft hem dus op pad gestuurd om tekeningen te gaan maken. En die tekeningen waren echt bedoeld om later in het atelier uit te werken tot schilderijen. Maar soms ook tot uitgewerkte, getekende composities. Maar het feit dat hij, het is het eerste gedocumenteerde geval dat een mecenas zo'n kunstenaar op pad stuurt om het landschap weer te geven. Dus voor de ontwikkeling van het landschap als een volwaardig genre was dat heel belangrijk. Dit is een tekening, echt zo'n tekening die Saverij dan in de Alpen maakte, met krijt geschetst. Daar kan je natuurlijk vrij makkelijk mee werken. En een waterval met van die rotsen, waarin je soms van die gezichten kunt herkennen, afgeknapte bomen die blijven hangen achter de rotsen. Ongelooflijk levend echt. Je hebt bijna het gevoel dat je nat wordt van de waterval als je zo dichtbij is dat weergegeven. Pieter Breugel heeft ook de Alpen geschetst, maar bleef op weg naar Italië, maar bleef toch iets meer op afstand. Als het ware vanaf de weg heeft hij de panorama's getekend en weergegeven. Maar Roland Saverij kwam ongelooflijk dichtbij. En maakte bijvoorbeeld ook schetsen van afzonderlijke bomen die bijna iets hebben van levende wezens met van die grote tentakels. Ik wou even aanwijzen. Dit hoofd, dit is bijna een soort hoofdje, hè? Een soort kuif met haar en een oog. De wortel van die boom. Dus dat gebruikte hij dan om later in zijn atelier mee te componeren. Maar niet alleen de woeste natuur, maar ook eenvoudige landschapjes, de dorpsgezichten. Dit is een prachtige tekening uit de Fondation Custodia in Parijs van een beetje bouwvallig bruggetje. En het bijzondere is dat het grotendeels met de penseelpunt rechtstreeks getekend is met waterverf, wat een hele nieuwe techniek was die Saverij waarschijnlijk had geleerd van Paulus van Vianen. Dat was een zilversmid, ook een van die kunstenaars die Rudolf naar zijn hof had gehaald. Een zilversmid en tekenaar die onder andere in Salzburg had gewerkt, die deze techniek toepaste. En Saverij neemt het van hem over. En het heeft iets heel spontaans levensechts ook deze techniek. Maar het is een heel eenvoudig bruggetje. Eigenlijk daar links op de achtergrond zie je een watermolen met het rad. Hè? Je ziet het rad hier draaien. En je zou eigenlijk zeggen, het is misschien een veel interessanter motief om te tekenen. Maar dat plaatst je dan een beetje verstopt op de achtergrond. Hij concentreert zich op dat hele eenvoudige bruggetje wat je op de voorgrond ziet. Dus hij gaat er op pad, soms in het gezelschap van Paulus van Vianen. En dan tekenen ze soms dezelfde boerderij of hetzelfde bruggetje naast elkaar. Dan kan je zo precies zien waar ze allebei gezeten hebben, min of meer. En maakte schetsen en om mee naar huis te nemen. Om nog even terug te keren naar grote lijnen naar het levensloop van Roland Saverij. Hij blijft ruim 10 jaar werken in Praag aan het hof. Dus hij komt er zo omstreeks 1603, 1604... In 1612 overlijdt Rudolf II. En Roland blijft dan nog wel enige tijd werkzaam in Praag. Maar hij treedt niet echt in dienst van de opvolger van Rudolf II, Matthias, zijn broer. Die het hof direct weer terugplaatst naar Wenen. De laatste, Rudolf II was zo maniakaal bezig met zijn kunst. Het was iemand die leed aan zware melancholische buien. En hij was echt steeds meer politiek gezien op een zijspoor gezet door zijn broer en door andere familieleden. Hij was alleen maar bezig met die collectie. En hij liet zich in met zwarte magie, met van alles en nog wat. Dus ik denk dat die Habsburgers heel blij waren, of een soort van opgelucht, toen hij, nadat hij was overleden, het hof terug naar Wenen en eigenlijk het einde van die grote bloeiperiode toen in Praag. Roland Saverij keert zo omstreeks 1615 definitief terug naar Nederland. Hij gaat eerst in Amsterdam wonen vestigt zich uiteindelijk definitief in Utrecht. En daar blijft hij dan tot
tot zijn dood in 1639 wonen. En de laatste 10 jaar van zijn leven is hij eigenlijk, hij krijgt steeds meer moeilijkheden eigenlijk. Het eindigt eigenlijk vrij treurig met hem. Hij krijgt vooral mentale moeilijkheden. Ergens in dat gedicht wat u zo even zag, onder die prent, wordt al gesproken over de verstrooiing van zijn zinnen. Hij was makkelijk te bewegen om dingen te tekenen als hij een glaasje op had. En dat staat ook ergens vermeld. En hij raakt financieel in moeilijkheden uiteindelijk. En zijn huis en zijn, hij gaat failliet een paar maanden voor zijn dood, 1638. Maar in het begin in Utrecht gaat het hem wel goed. En dan heeft hij een heel mooi huis in de Bodestraat in Utrecht, waar hij gaat wonen. Hij is nooit getrouwd, woont altijd met verschillende familieleden samen. Zijn neef Hans Saverij, een van de kinderen van zijn broer Jacob, woont bij hem in huis. Is zijn medewerker geweest, leerling en later medewerking gedurende zijn hele leven. Maar goed, dus nog weer even om de biografie. Terug naar de landschappen. Die hij toch. Een heel aantal van die genres is. Ja, die Praagse tijd is toch echt. In de tentoonstelling hebben we dus heel veel tekeningen. Het gros van die tekeningen is in Praag gemaakt. En die hele periode dat hij daar is, die ruim 10 jaar, is toch echt creatief gezien de bloeitijd van zijn loopbaan. Hoewel hij, als hij terug. Het beslist nog steeds een hele goede kunstenaar als hij terugkomt. Maar in Praag, juist door al die tekeningen, dat is toch een hele, hele belangrijke periode voor hem geweest, waarin hij artistiek gezien zich ten volle heeft ontplooid. Dit is een van de tekeningen waarin hij dat soort schetsen, die ik zoals ik er net eentje van liet zien, uitwerkte tot een grotere compositie. Dit is waarschijnlijk niet ter plekke gemaakt. Het is heel erg uitgedacht met verschillende plans, achter waar zo de diepte in. Het is heel gecomponeerd, maar ook een waterval is hier weergegeven. En hier zijn wel wat figuren te zien. Hier lopen twee mannen langs de waterval. En hier is een brug waar mensen passeren naar de overkant van het water. Dus dit is het type werk wat hij maakte op basis van die tekening. En hier is het schilderij uit dit museum wat wij nu hebben. Prachtig klein werk. We zijn heel blij dat we het hebben. Dit is als geschilderde uitbeelding van een waterval. Echt een heel vroeg werk. In die tijd was het nog ondenkbaar dat je zo'n landschap schilderde zonder enige menselijke aanwezigheid. En hier zijn, ik neem aan dat u het werk allemaal kent, onderaan die waterval deze twee mannen bezig om rivierkreeften te vangen. Die man in het rode jakje, je oog wordt er direct naar hem toegetrokken, omdat hij net in het zonlicht is. En natuurlijk vanwege die kleur van dat jakje. Hij heeft een rivierkreeft in zijn hand en dan zie je dat Saverij een hele goede dierenschilder is, want het is een miniem detail. Hè? Dat is vaak, het is allemaal zo klein. Je hebt echt, als je wat ouder bent in de tentoonstelling, een leesbril nodig. om dat ook zo'n kreeft goed te zien. Dus hij geeft hem aan die man, zijn metgezel die aan de kant staat, die zijn hoed naar hem uitsteekt, waar die kreeft in gaat doen. En die heeft dan zo'n emmer bij zich. Dus je kijkt eventjes vanuit de prachtige lichtverdeling, die waterval achter die bergkam in de schaduw. Maar je oog wordt toch die voorstelling ingetrokken door die groene boomkruinen waar het zonlicht op valt, meer op de achtergrond. Dus een heel mooi en sprekend schilderij. En altijd met die hele blauwe kleur van de lucht. Dat is de tentoonstellingszaal zelf ook als een van de kleuren gebruikt, omdat die zo kenmerkend is voor Roelant Saverij. Dus het type schilderijen wat hij dan maakte naar aanleiding van de schetsen die hij in de natuur naar het leven maakte. Soms laat hij zijn fantasie meer de vrije loop, vooral eigenlijk als hij weer terug is in Nederland. Als hij terug is in het Nederland, dan gaat hij zich toch iets meer beperken en richt zich vooral op de dierstukken en zijn bloemse levens, maar maakt ook nog af en toe een landschapje. En dit is een voorbeeld, een werkje van de Fondation Custodia weer,
waarin hij van die gefantaseerde Romeinse ruïnes opneemt. Dat is, die kende, hij was nooit in Italië geweest, maar die kende hij waarschijnlijk uit de prentkunst. En het heeft iets heel sprookjesachtigs, dit tafereel met zo'n vergezichtje rechts in dat blauw wat overgaat. Het water gaat over in de lucht daar rechts in de verte. Het is allemaal, die details zijn allemaal ongelooflijk klein, waar allerlei schepen, zeilschepen, maar ook roei... boten te zijn weergegeven en een soort van sprookjeskasteel in de verte. Dus soms zit je ook echt op het snijvak tussen fantasie en werkelijkheid. Ja, juist zo'n kunstenaar die zo bijna geobsedeerd was door de zichtbare wereld, kon ook de fantasie nogal de vrije loop laten. Ja, als bloemste leven schilderen wij met Mauritshuis 2 jaar geleden een tentoonstelling gehad. Die heette In volle bloei, over de ontwikkeling van het bloemstilleven. Mauritshuis heeft een hele mooie collectie bloemstillevens. En het schilderij in het midden is die aanwinst van het Mauritshuis die ik u net al liet zien. En de andere 2 schilderijen zijn van het Centraal Museum in Utrecht. Savrij heeft gedurende zijn hele loopbaan bloemstillevens gemaakt. Dat had hij ook bij Jacob Savrij geleerd. Zijn broer die maakte ook bloemstillevens, hoewel die niet bewaard zijn gebleven. Maar daar zijn vermeldingen van. Wat wij weten van Roeland Savrij van voor zijn vertrek naar Praag is ongelooflijk fragmentarisch. Maar dit schilderijtje, een klein werk op een koperplaat geschilderd, is 1603 gedateerd. Het is een periode dat een aantal kunstenaars bloemstillevens gaan maken. Natuurlijk een tijd dat ontwikkelt zich tot een ongelooflijk populair genre in de Nederlandse kunst. Zowel Jan Breugel, de zoon van Pieter Breugel in Antwerpen, maar ook Jacques de Gein, die werkzaam was in Leiden en Den Haag, en Roeland Savrij, die gingen min of meer tegelijkertijd, kort na 1600, dit soort boeketten schilderen. Met een grote voorkeur voor al die verschillende exotische soorten, tulpen, lelies en noem het allemaal maar op. Altijd bevolkt met een ongelooflijke hoeveelheid insecten. Want tegelijk met al die nieuwe planten en bloemsoorten die vanaf de 16e eeuw werden geïmporteerd in Europa en ook wetenschappelijk werden bestudeerd en gepubliceerd. Dat onderzoek, dat die wetenschap en de kunst ging echt hand in hand met elkaar. En ja, die insecten, dat vormen ook een verwijzing naar die wetenschappelijke wereld. Ja, een heel fraai klein werkje uit 1603. En waarschijnlijk gemaakt dus voordat hij vertrok naar Praag. En hier rechtsonder die rode tulp. Hè, de tulp werd natuurlijk de Nederlandse bloem, maar heeft ook pas eind 16e eeuw voor het eerst gebloeid in Nederland. Dat was echt zo'n verzamelaars. Nou, u kent waarschijnlijk verhalen over de tulpengekte. Dat waren hele kostbare, exotische bloemen. En in die boeketten zie je altijd die bloemen bij elkaar gebracht. Stuk voor stuk heel precies naar de natuur weergegeven, maar als geheel gefantaseerd, omdat ze allemaal verschillende bloeitijden hadden. Maar deze bloem rechts onder die tulp is een orchidee die bloeide in de omgeving van in Noordwest-Europa. Dus echt in de omgeving van Amsterdam, waar Savrij toen zat. Dus dat is een aanleiding om te denken dat hij in ieder geval nog niet hier in Praag aanwezig is. We hebben ook dit monumentale schilderij van het Centraal Museum Utrecht. Het grootste en meest ambitieuze bloemstilleven wat Roeland Savrij gemaakt heeft. Op dit schilderij, het is iets van 1,30 meter hoog of zo. Op dit schilderij zijn 63 verschillende bloemen en bloemetjes geteld. En ook 45 verschillende insecten en vlinders en rupsen, maar ook een paar van de wat kleinere dieren. Dus een ongelooflijke hoeveelheid. Een buitengewoon ambitieus schilderij. Je kunt je bijna niet anders voorstellen dat hij het in opdracht geschilderd moet hebben. Maar we weten niet voor wie. Als hij terug is in, dit is een schilderij uit 1624, dus dan is hij al een tijd terug in Nederland. En hij bevindt zich als bloemenschilder echt op het toppunt van zijn kunnen. Het interessante is ook, en ik noemde al even het huis aan de Botenstraat in Utrecht, dat Savrij koopt in 1621.
Hij moet dat op een gegeven moment, wordt het gedwongen geveld als hij failliet gaat. Ik vertelde over de problemen die hij later in zijn leven kreeg. En dan blijkt op die veiling dat een collectie planten en bloemen wordt losgeveld en brengt 400 gulden op. Wat aangeeft dat het echt een kostbare collectie moet zijn geweest, want het is een heel hoog bedrag. Dus kennelijk heeft Saverij, toen hij dat huis heeft gekocht, is hij zelf als botanist aan de gang gegaan in zijn tuin achter dat huis. Om al die bloeisels binnen handbereik te hebben en te kunnen bestuderen op momenten dat de bloei optrad. Ja, dit is een schilderij waar je eindeloos naar kunt blijven kijken. Je ziet hier een Molukse kakatoe. Al die insecten op dit schilderij zijn inheemse soorten. Dat zie je bij die bloemenstukken altijd. Die bloemen komen overal vandaan, maar de weergegeven insecten zijn van dichtbij. En die heeft een kikker in zijn snavel. Dus die voegt ook een soort van gevaarlijk element toe aan de voorstelling. En Saverij had ogen ook voor de gevaarlijke kanten van de natuur. Bijvoorbeeld in het bloemseleven van het Mauritshuis loopt een hele gemene doorentakken met prachtige bloeisels. Maar als je met je hand ernaar wijst, dan bezeer je jezelf. En hier zie je een kakatoe die een kikker op gaat eten, terwijl die vogel in werkelijkheid alleen maar besjes en insecten en, nou ja, die altijd zeker geen kikkers. Dus dat is wel verzonnen door de kunstenaar. En daarbij hebben deze tekening van twee kikkers die je ook op het schilderij ziet. Hier ziet u een van de twee. Dat is een bepaalde kikkersoort waarbij het vrouwtje groter is dan het mannetje. Die ziet hier op het schilderij met zijn tenen zo over de rand van het tafelblad hangend, waar de signatuur van Saverij is aangebracht in het jaar 1624, waar het schilderij is gedateerd. En bovenin de keizerskroon. Oh ja, ik noemde nog niet aan u dat huis in de Botenstraat, dat noemde Saverij het keizerswapen. Dus als een duidelijke verwijzing naar Rudolf II, of naar de keizer. En natuurlijk om aan te geven dat hij zelf hofschilder was geweest. En dat zal ongetwijfeld voor hem heel belangrijk zijn geweest. Niet alleen voor zijn status, maar ook voor het aantrekken van klandizie. En deze keizerskroon is een bloem uit de leliefamilie. Die is vernoemd naar Rudolf II. En die was ook in het bezit van, die was ook geleverd aan Rudolf II. We weten dat hij deze bloem heeft gehad en die heeft hij ook in prent laten brengen. Bovenin het schilderij uit Utrecht. Dieren, grote dierkunstenaar was Saverij. Hij is vooral heel bekend als de kunstenaar van de dodo, een uitgestorven vogel van het eiland Mauritius bij Afrika. Ik zal er zo meteen wat meer van vertellen. Maar hij heeft die dodo een stuk of 10 keer weergegeven in zijn schilderijen. En waarschijnlijk is de dodo uit het bezit, of zeker is de dodo uit het bezit van keizer Rudolf II geweest. Want die wilde alles hebben, dus die dodo had hij ook in zijn collectie. En daar is zelfs nog een kaakbordje van waarschijnlijk Rudolfs dodo bewaard in Praag. In Praag moet hij dus al die dieren hebben kunnen tekenen en bestuderen. En die tekeningen zal hij met zich mee hebben genomen naar Nederland. Hij maakte dit soort overvolle landschappen. Die hebben echt volgestouwd met allerlei soorten dieren. Zowel wilde dieren als gedomesticeerde dieren. Dat dit koeien en paarden en schapen, geiten. Inheemse soorten, maar ook exotische soorten zoals zoals de olifant. En dat is natuurlijk heel een beetje vergelijkbaar met de bloemseleven. Elke bloem is naar de natuur geschilderd, maar het geheel kan niet, want al die soorten bloeien in een andere tijd van het jaar. Nou, dit kan natuurlijk ook niet. Zoveel dieren bij elkaar in zo'n landschap. En Saverij voegt er dan een klein verhaaltje aan toe om het aannemelijk te maken. Bijvoorbeeld de zondeval in het paradijs, wanneer alle dieren nog vredig met elkaar leven. Of het verhaal van Orpheus, de Griekse dichter uit de oudheid, die met zijn lierspel, met zijn muziek,
de dieren kon betoveren. Orpheus die trekt zich terug in de wildernis nadat hij Eurydice heeft verloren. Het bekende verhaal dat hij van Pluto Eurydice mee mag nemen uit zijn geliefde, uit de onderwereld. Op voorwaarde dat hij niet naar haar omkijkt voordat hij weer terug op aarde is. En het doet dat toch en dan verdwijnt zij voor eeuwig in het schimmenrijk. En overweldigd door verdriet trekt Orpheus zich dan terug in de wildernis. En betovert daar, gaat daar zitten spelen op zijn harp en betovert daar de dieren. En daarom zijn ze allemaal vreedzaam met elkaar. Ik noemde al de tekeningen uit Praag die hij gebruikte. Zoals deze tekening van een paard rechts, die je terugziet helemaal in dat paard links op het schilderij. Rudolf II had ook een grote collectie prachtige raspaarden in zijn stallen. Dat was ook iets wat hij heel actief verzamelde. In de tentoonstelling is dit schilderijtje lastig, want er staat in het tekstbordje dat ik erbij geschreven dat het Orpheus bij het schuurtje zit, maar dat je kunt het gewoon niet zien, want zo klein is hij. En daarom geef ik u eventjes alvast aan dat hij hier zit. Ja, dit is iets wat je hebt natuurlijk zulke mooie foto's tegenwoordig. En als het hoge resolutie is, dan kan je helemaal inzoomen. En toen zag ik dus die Orpheus zitten. Want het heette gewoon een landschap met dieren. Toen dacht ik, nou ja, het is wel degelijk ook een voorstelling van Orpheus en de dieren. Dus hij zit hier. Een mannetje, je kunt zelfs zijn baard zien en zijn gezicht zien. Hij is heel, zit er wel degelijk. Nou, ik hoop dat u naar de tentoonstelling komt, dan weet u waar die is. Het schilderij van het Mauritshuis, het bezit van Frederik Hendrik, de stadhouder en Amalia. Ook een Orpheusvoorstelling en daar is hij wat Orpheus wel goed te zien. Hij heeft een rode mantel aan, zit hier te spelen. En het is stampvol met verschillende dieren. Onder andere zo'n 50 verschillende vogels die vaak wat stijf zijn weergegeven. De vliegende vogels zijn vaak wat stijf geschilderd met van die uitgestrekte poot, alsof hij die vogels heeft weergegeven naar opgezette exemplaren. Het is natuurlijk heel lastig om een vliegende vogel te schilderen, om te zien hoe dat er, om dat op een natuurlijke manier weer te geven. Daar had hij duidelijk moeite mee. Bijvoorbeeld zo'n adelaar hier rechts, die heeft van die uitgestrekte poot, alsof hij hem heeft weergegeven naar een opgezette vogel. Dat is straks ook van belang vanwege de dodo. Ja, erg mooie aanwezigheid in dit schilderij is de Afrikaanse struisvogel die tegen de lucht is weergegeven. Met al die kleine haartjes langs zijn kop is hij echt een hele leuke, aandoenlijke verschijning. En de gewone huistuin en keuken, haan en kippen naast hem. En hier in het rode kadertje aan de rechterkant is een dodo te zien die een beetje daar vanaf een verhoging uitkijkt. Over het landschap. Die dodo, waarvan het beeld echt door Savrij is bepaald, die is natuurlijk een iconische vogel in de zin dat hij bekend staat als de eerste diersoort die door toedoen van de mens is uitgestorven. Het was eind 1598 dat de Nederlanders voor het eerst op Mauritius aankwamen. Dat eiland was eerder bezocht door de Portugezen, maar die waren er weer weggegaan. En de Nederlanders komen daar aan en een VOC-post werd daar opgericht als een soort van tussenstation op weg naar de oost. En alle dieren, het was een vogel die op dat eiland, dat onbewoonde eiland tot dan toe, geen natuurlijke vijanden had gehad. Die was zijn vliegvermogen verloren en nestelde op de grond. En zoals dat gaat met diersoorten op eilanden, die kunnen zich op een wat andere manier ontwikkelen. Want het is een vogel oorspronkelijk uit de familie van de duifachtigen, is men later achtergekomen. Hij nestelde op de grond en op die schepen van die Nederlanders kwamen allemaal ratten, voornamelijk ratten, maar ook varkens en andere dieren mee. En dat is eigenlijk de voornaamste oorzaak. Die gingen aan land en aten die kuikens en die eieren van die doden op. En ja, binnen een paar decennia is die vogel uitgestorven. Dus hij heeft een hele belangrijke symboolwaarde. En Saverij zal die dodo in Praag hebben leren kennen. Die dodo die Rudolf II in zijn collectie had. Alleen is het nu de vraag of die dodo nog in leven was toen
Savre hem zag. Er zijn geen tekeningen. Ja, er zijn wel tekeningen, maar niet van Roeland Savre meer, maar van zijn neef. Hij is wat bol, wat rond. En dit schilderij, wat u hier links ziet, waar die dodo groot, bijna levensgroot is weergegeven, is een werk van de Natural History Museum in Londen. En dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij de beeldvorming en het onderzoek naar de dodo. Bevindt zich sinds de late 18e eeuw in het bezit van de British Museum. Dat werd later een Natural History Museum. En je had daar een professor, een paleontoloog, archeoloog, ornitoloog, Richard Owen, die onderzoek deed naar de doden en publiceerde over de doden. In de 19e eeuw waren ze naarstig op zoek gegaan naar fossiele resten van die doden op Mauritius. En die Richard Owen kon als eerste de hand leggen op botten van de dodo. En die heeft toen gecombineerd met het schilderij van Roeland Savre links, heeft hij in 1866, zo als ik het juist heb, over die dodo gepubliceerd. En heeft hem ook zo bol en rond en weergegeven als op het schilderij. En toen kort daarna, een paar jaar later, kreeg hij nog meer botten van de dodo toegestuurd. Kwam je erachter dat hij zich had vergist. Dat die dodo een veel slankere vogel was geweest in werkelijkheid. Maar toen was het al te laat. Die beeld van die dodo is via allerlei populaire publicaties als bijvoorbeeld Alice in Wonderland, is die de wereld overgegaan. En nu ook in Disneyfilms zie je altijd die bolle, gezellige vogel die uiteindelijk teruggaat op zijn weergave door Roeland Savre. Dat is een verhaal over de dodo. En dan hebben we, soms komt er nog, dat oeuvre van Roeland Savre is groot. Het gaat echt om een paar honderd tekeningen en ook even zoveel schilderijen. We hebben best een aantal werken uit particuliere verzamelingen in de tentoonstelling die nog ongepubliceerd waren. En daar hoort dit heel klein werkje, is het zo groot, ook bij. Wat een jaar of 8 geleden voor het eerst is geveild. Een voorstelling van de verzoeking van de heilige Antonius. Heel klein en ongetwijfeld in Praag nog gemaakt door Roeland Savre. Het is ook geschilderd op een lindenhout. Een houtsoort hier in de Nederlanden werd op eikenhout geschilderd. Maar die het mede erop wijst dat het in Praag is gemaakt. Het onderwerp van de verzoeking van de heilige Antonius. Antonius zit te bidden in de woestijn. Hij wordt bezocht door allemaal demonen die proberen hem van zijn geloof af te houden. Het is een populair onderwerp met een langere traditie en ook zo populair omdat het de kans biedt om heel veel van dit soort wonderlijke fantasiewezentjes weer te geven. En hier denk je dan direct aan Jeroen Bos, hè? Dit soort figuurtjes die ook mede die tot Savre zal zijn gekomen, mede via de prenten van Pieter Breugel. En op dit schilderijtje zie je hier een heel wonderlijk wezen in dit kader. Hier een detail ervan. Een ruiter op een monstertje wat het achterlijf heeft van een kreeft en de kop van een dodo. Daar. En volgens biologen is dit heel duidelijk een gedroogde kop. Dus ingedroogde kop. Dus opgezette vogel. En het feit dat hij hem dus altijd zo'n dik weergeeft, dus allemaal, heeft het waarschijnlijk ook mee te maken dat hij hem heeft geschilderd of weergegeven naar een opgezette vogel. Hè, die misschien met wat veel vulsel was geprepareerd. Dus dat ruitertje met vleugels en een reptiele staart en een soort van vuurtoeter die van links Antonius bedreigt. Dat is de eerste keer dat er een dodo is geschilderd. Er zijn wel wat kleine schetsjes van een Nederlandse zeelieden gemaakt voor deze weergave, maar geschilderd en opgenomen in een kunstwerk is voor het eerst. Dus dat maakt het een hele bijzondere voorstelling. En wat ook heel gek is, is dit monstertje rechts met een druipneus. Ja, en het is heel onbegrijpelijk, maar hij lijkt dus sprekend op Rudolf II.
En ja, hoe kan dat nou? Dat is, ja, het is een heel klein werkje. Heeft hij dat voor iemand gemaakt? Dat was natuurlijk niet voor ieders ogen bedoeld. Of heeft hij dat misschien voor zichzelf gemaakt als een soort souvenir uit zijn Praagse tijd? Ja, het is zo'n typisch Johan Bos figuurtje met een hoofd met een klauw en een arm die grijpt naar een roemer op dat tafeltje op zijn hoofd. Met, nou ja, het is allerlei verwijzingen ook naar, ik zal even teruggaan naar het schilderij zelf. Hier, en er is bijvoorbeeld een bloedfontein te zien. Naar de hekserij, een zwarte magie, een heksencirkel. Allerlei, wat die Rudolf was op het eind van zijn leven zo gek geworden, dat hij ook heel erg met dat soort zaken, met hekserij en zwarte magie, de Kabbalah, van allerlei dingen was hij bezig. Dus allerlei verwijzingen ook, misschien wel naar die belangstelling van Rudolf II. En een soort van recepten, hoe heet het? Zo'n boek met spreuken, ook verwijzen naar de hekserij. Zwarte katten, ratten. Nou, het is echt een, op een klein formaat een bomvolle voorstelling. En ja, die hele wonderlijke aanwezigheid van dit kleine portret. Hij heeft wel vaker, als hij op het snijvlak zit of als hij zijn fantasie de vrije loop laat, dat is zo bijzonder, Rudolf Savrij. Er valt dus ook heel veel aan het werk te beleven. Dit is een schilderij uit het Rijksmuseum. Een boerenstal waarin koeien worden gemolken. Telkens zie je hem weer ook als een soort van pionier. Want ook in de weer, dit soort stalinterieurs, buiten de context van de stal van Bethlehem, die kwamen in de Nederlandse schilderkunst eigenlijk pas vanaf zo'n 15 jaar later. Dit werk dateert uit 1615. Dus hij is dan terug in Amsterdam. Die komen pas later tot bloei, maar dat gaat er echt aan vooraf. En er zit een melkmeisje met lange blonde vlechten die koe te melken. Die met zijn al die details zijn altijd zo leuk. Hè? Met zijn voorpoten bij elkaar gebonden, zodat hij haar niet kan trappen. En dan links staat er een koe te plassen hier. Hier zie je dat melkmeisje. Dit zijn die poten die bij elkaar zijn gebonden. Nou ja, van allerlei andere dieren zijn in die stal aanwezig. Ook een hagedisje. Nou ja, dat is dan typisch Savrij, want wat doet een hagedisje daar? En op een vierkant paneel een ronde voorstelling. En wat nou zo bijzonder is dat in de hoeken, in de vier donkere hoeken, zijn heksen weergegeven. Die vliegen op. Hier ziet u er eentje van. Die linksboven. Vliegend op een monster met een vuurpot aan een stok voor zich uit. En op andere plekken zijn het heksen die op monstertjes vliegen. Eentje rechtsonder een heks die van een bezemsteel is gevallen en wordt bedreigd door een duiveltje. Dus rond die voorstelling van die koeienstal. Dus ja, een hele unieke voorstelling ook. Ook daar weer iets heel bijzonders en origineels. En ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met het gevaar van de hekserij die het boerenbedrijf bedreigt. Hè, met, die de oogst kan laten mislukken, de melk verzuren, ziektes kan veroorzaken. Maar dan buiten, ja, als een soort van bezwering tegen de hekserij. Zoiets moet het zijn. De dieren. Ja, dit is een hele bijzondere tekening uit Albertina in Wenen die in de tentoonstelling te zien is, van een Aziatische olifant. Er is altijd ongelooflijk levensecht. Hè? De manier waarop hij met zijn achterlijf zo tegen zo'n boomstronk. Het is een groot blad, het is echt een grote tekening. Een boomstronk aanschurkt om de jeuk te verdrijven, met krijt geschetst. Die olifantenhuid, die heeft hij ongelooflijk levensecht getroffen. Maar ook het gedrag van dat grote beest. En je kunt je echt voorstellen dat hij moet echt die olifant naar het leven hebben geschetst. Maar dan is de vraag waar hij die olifant kan hebben gezien. En er wordt altijd gedacht dat deze tekening in Praag nog is gemaakt. En dat het ik heb eindeloos zitten zoeken of Rudolf II nog een olifant in zijn bezit heeft gehad. Die waren heel erg zeldzaam, hè, die dieren. Die werden door die Aziatische olifanten werden door de Portugezen ingevoerd, het waren er gewoon maar een paar die dan aanwezig waren in Europa. Vanuit India, van Goa.
Waar heeft Rudolf II dan een olifant in zijn bezit gehad? We weten van een olifant Emanuel, ook een Aziatische olifant. Die olifanten kregen dan namen, dat waren natuurlijk een soort van beroemdheden. Die werd geschonken, die kwam in 1563 in het bezit van de vader van Rudolf II, Maximiliaan. Die reisde via Vlissingen naar Antwerpen, naar Wenen. Die, op een gegeven moment komt hij naar Praag in 1570, die Emanuel, die olifant. Dat is dus echt heel ver voordat Roland Savrij daar kwam. Blijft dan ook in Praag. Dus er is een olifant geweest in Praag, maar die olifant moet vrij snel zijn overleden, want er was geen olifantenverzorger meer aanwezig in Praag. Rudolf II moet echt hebben geprobeerd om weer een olifant te verwerven voor zijn dierentuin. Hij had contacten met een Habsburgse ambassadeur, Hans Kevenhüller. Die werkte in Madrid en Lissabon. Dat was iemand die allerlei vorstenhoven van exotische dieren voorzag. En die heeft geprobeerd, deze Hans Kevenhüller, om voor Rudolf II een olifant en ook een neushoorn te verwerven, die in bezit waren van Philips II, de Spaanse koning. Maar dat is niet gelukt. En om die naar Rudolf te sturen. Hij stuurt pas in 1603 of 1604 botten en kiezen en slagtanden van die twee dieren op naar Praag. Die zijn dus kennelijk dan al dood. Dus die dieren zijn dus, dat is dus niet gelukt om die dieren voor Rudolf te verwerven. Er zijn ook beschrijvingen van reizigers. Bijvoorbeeld een Engelsman die in 1591 in Praag is en schrijft over, noemt ook een heel aantal dieren in de collectie van Rudolf II. En noemt allerlei dieren, maar geen olifant. En als daar een olifant aanwezig zou zijn geweest, dan moet hij, dat is zo'n natuurlijk het grootste landzoogdier dat we kennen, dan moet dat zo'n indruk hebben gemaakt. Dat is natuurlijk zo'n fenomeen. Dan zal hij hem ook beschreven hebben. Dus het lijkt erop dat Roland Savrij niet in Praag een olifant gezien kan hebben. Dan is er een alternatief. En dat is dat deze tekening pas van veel later zou dateren. En dat dit misschien de olifant Don Diego is. En ja, die olifanten hadden namen, dat waren een soort beroemdheden. Rembrandt heeft een olifant Hanske geschilderd in het daaropvolgende decennium. Maar die Don Diego was ook een olifant, Aziatische olifant die door Europa is getrokken. En is ook geïmporteerd door de Portugezen naar Lissabon. Zat ook in Madrid. De Spaanse koning die trok in de jaren 20 door Europa. Dus een decennium voor Hanske. Spaanse koning schonk die Don Diego aan de Engelse koning. En de Engelsen noemden alle Spanjaarden Don Diego. Dus vandaar dat deze olifant ook zo heette. En die Engelse koning wist er ook geen raad mee. Die dieren hebben echt enorme hoeveelheden voedsel nodig. Dus het ging ze ook altijd wel slecht, want mensen wisten niet hoe ze verzorgd moesten worden. En die Engelse koning schenkt hem dan weer aan de Franse koning. Die doet hem ook weer van de hand. En uiteindelijk gaat hij als een soort van kermisattractie door Europa reizen. En heeft hij allerlei trucjes geleerd, zoals een glaasje wijn drinken en een sinaasappel schillen met zijn slurf, et cetera. En hij is op een gegeven moment in Antwerpen, Don Diego. En het kan heel goed zijn dat hij daarna door is gereisd naar de noordelijke Nederlanden. En dat het die olifant is die Savrij heeft gezien en getekend. En hij moet nog meer tekeningen van diezelfde olifant hebben gemaakt. Want dit is een prent rechts, waar je rechtsboven ziet dat deze tekening als voorbeeld is gebruikt. Want hier zie je deze olifant in prent gebracht en dan in spiegelbeeld. Zoals dat gaat op de prent, bij prenten. Dit is een prent uit een traktaat over de tekenkunst van Crispijn de Passe, dat in 1643 werd gepubliceerd. En achterin dat traktaat is een hoofdstuk over dieren, met allerlei prentvoorbeelden van hoe je dieren moet tekenen. Waarvan een heel aantal gebaseerd zijn op tekeningen van Roland Savrij. En dan zie je het dier dan ook vanuit verschillende gezichtspunten, zodat je van alle kanten leerde om zo'n dier weer te geven. En hier drie weergaven van dezelfde olifant, waarbij linksboven de olifant van achter is gezien en onder van opzij. En die tekeningen die het voorbeeld waren voor de twee andere uitbeeldingen, die kennen we niet meer. Maar wie weet komen ze nog een keertje tevoorschijn.
Maar die zullen ongetwijfeld ook van de hand van Roeland Saverij zijn geweest. Dus hij heeft een aantal tekeningen gemaakt van dezelfde olifant. En ja, dus heel bijzonder. Ja, het schilderij uit Kortrijk, waar we heel blij mee zijn dat we het konden lenen met de sprookjesachtige sfeer, 1628 gedateerd, met die twee prachtige paarden, met die manen die helemaal tot aan de grond reiken. En we hebben voor de tentoonstelling dat beeld, onze afdeling marketing wilde per se, en dat snap ik ook heel goed, vanwege dat blauw dit schilderij als beeldmerk gebruiken. Maar het museum in Kortrijk, waar in 1610 en 1611 een tentoonstelling is geweest over Roeland Saverij, die had dit schilderij ook gebruikt. Dus ik was een beetje met hun in de clinch, want ik dacht, ja, je moet per se niet hetzelfde detail kiezen als toen in Kortrijk, want dat kan natuurlijk niet. Maar het heeft heel mooi uitgepakt, vind ik zelf, door te kiezen voor, je zag hem trouwens helemaal aan het begin al op het scherm, voor die kakatoe tegen die blauwe lucht die je rechts ziet. Maar ook een heel sprookjesachtig schilderij met die prachtige paarden. Saverij heeft een aantal werken gemaakt met een soort van portretten van paarden bijna. Met die twee jonge verzorgers van die paarden, die beide identiek zijn gekleed, als een soort als pages met een pofbroek, dezelfde kleur als een soort van adellijke bediende. Ja, en dat soort paarden werden natuurlijk waren in adellijke kringen zeer, zeer geliefd ook. En je kunt je voorstellen dat hij in dat soort kringen kopers heeft kunnen vinden voor zo'n bijzonder schilderij. Het laatste hoofdstukje gaat over de mensen. Hier komen we weer terug bij die hele bijzondere groep naar het leven tekeningen. Tekeningen die Saverij in Praag heeft gemaakt. Hij trok erop uit, ja, echt als een van de allereerste de stad in, om buiten mensen die hij zag, die hij voor hem ook heel exotisch eruit moet hebben gezien, heel anders dan hij gewend was, om schetsen te maken van gewone mensen. Dus bedelaars, mensen met kapotte kleding, boeren, iedereen die hij tegenkwam. En op die tekeningen bracht hij notities aan met pen over de verschillende details. Dus over, schreef hij vuile witte lappen, schreef over de kleuren. En hij gaf dan de termen bij de verschillende kledingstukken als een soort van geheugensteuntje, zodat hij dit soort tekeningen later in zijn atelier kon gebruiken als hij ging schilderen. Hij had kennelijk ook sterk de ambitie toen in die beginjaren om ook als breugelkunstenaar, zullen we maar zeggen, hè, om dat soort taferelen te maken, om ook die genre taferelen te schilderen. Maar eigenlijk als hij terugkeert in Nederland, houdt hij daar min of meer mee op. Dit is het schilderij van het Mauritshuis. Meer breugelachtig kun je het bijna niet krijgen. Een ongelooflijk rijke voorstelling. Zo'n typisch boerenfeest waar van alles aan de hand is. Waar wordt gedanst, waar mensen ook dronken worden. Er zit een hele humoristische noot aan. Want men vond dat ook heel vermakelijk, zo'n soort boerenfeest. Zo'n soort van andersoortige mensen natuurlijk, waar je grappen over kon maken. En gebruikte ook voor zo'n soort voorstelling tekeningen, zoals hier rechts onder op het schilderij zie je een groepje bedelaars. En de tekening van een van die bedelaars gaat terug op die bedelaar rechtsboven, hier met die zwarte uitdossing, gaat terug op deze tekening. En op de achtergrond wordt er mensen die te veel gedronken hebben. Mannen zijn aan het vechten met elkaar. Grote dolken worden getrokken. Dat zijn allemaal van die ingrediënten die sinds Pieter Breugel in dit soort voorstellingen te vinden zijn. En hij stapt echt in die traditie. En hij geeft ook met zo'n schilderij, dat ongetwijfeld in Praag is gemaakt, een soort van visitekaartje af. Je kan ook dit soort in de traditie van Pieter Breugel schilderen. Dit is een tekening die hij misschien wel gebruikt heeft voor het schilderij wat u net zag. Want u ziet dus vergelijkbaar soort van houten
constructie bij deze tekening van een boerenhoeve. En daar is een bedelares aangekomen om een aalmoes te vragen aan... Hier staat zij aan die man die hier op die binnenplaats staat. En hier op de voorgrond, ik noemde al de term schilderachtig, maar eigenlijk is het gewoon een soort van afschotting met heel veel rotzooi, rommel, die daarin is heel onduidelijk opgeborgen. Dus het oog voor dat soort rafelige, gekke elementen, wat waarom zou je zoiets nou kiezen als onderwerp van je tekening? Het is een groep van zo'n 80 van dit soort figuurstudies. En ze zijn echt ongelooflijk mooi en aantrekkelijk. En hier zie je een tekening die we hebben met een bedelaar. Ze hebben dan allemaal niet in de gaten, die mensen, dat, vaak van achteren gezien of van opzij, dat ze werden getekend. Dus hij heeft even snel zitten schetsen. En soms daarna met pen, als hij weer thuis was, notities gemaakt. En soms dingen wat uitgewerkt. En hier zit een man te bedelen. Hij heeft één blote voet. En die andere, hij is dus kennelijk ook een kreupel. Want hij heeft een soort van houten been. Met riempjes vastgemaakt aan zijn andere been. En boven een schets van zijn gezicht met de ogen dicht. Dus heeft hij ook duidelijk niet gezien dat Savarijn nog even een schetsje maakte van het gezicht van die man. En rechts een tekening van dat jongere man. Details van de kleding zijn ook aan bohemen te relateren, die op een bierton zit. En vaak bracht hij dan op die tekeningen de term naar het leven aan. Hier staat dat hier. Dus dat was echt een soort van keurmerk van hem. En deze hele, Manfred vertelde het al, deze hele groep was dus tot omstreeks 1970 toegeschreven aan de grote Pieter Breugel. En toen is op basis, in de eerste instantie op basis van het handschrift van die notities, maar later bevestigd door allerlei details en uiteindelijk ook het watermerk van het papier, kon deze hele groep worden overgeheveld naar de veel minder bekende Roeland Savarijn. Maar het geeft wel, die vroege toeschrijving geeft ook het grote belang aan van deze ongelooflijk bijzondere groep tekeningen. Van achteren, deze man links, die tekening uit Boijmans, met een centuur om zijn middel, een soort van tas die daar aan hangt. En rechts twee vrouwen, twee marktvrouwen die met elkaar, een houdt de andere zo echt bij de hand, die zitten echt met elkaar te kletsen en hebben hun mand met waren tussen hen in. En deze tekening is heel bijzonder. Het is een tweezijdige tekening, papier aan twee kanten. Betekent een voorstelling van Joden in de synagoge. Dus er zijn een stuk of 5, 6 van deze tekeningen stellen Joden voor in de Joodse gelovigen in de synagoge. Ook met allerlei aantekeningen over hun kleding. Herkenbaar aan hun religieuze dracht. Met een soort hoofddoeken of die gebloemde doeken die je over je hoofd trekt. Zitten hier op een bank met allerlei versieringen, snijwerk in die bank. En op basis van op de voorgrond een man die met een jongetje dat zo over zijn schouder hangt. Op basis van details van die bank kon deze tekening worden geïdentificeerd als in de Neue Altschule in Praag. Dat is een synagoge die daar nog altijd bestaat, hoewel die banken inmiddels zijn vervangen. Dus ze behoren tot de groep. Die tekeningen van Savarijn zijn dus de vroegste uitbeelding van eigentijdse Joden in Europa. Op de achterkant van dit blad uit de collectie De Boer in Amsterdam een tekening, een wat andere tekening. En van een jonge man die chic is gekleed met kanten kraagje en een rijtje knopen langs zijn wambuis, een pofbroek, strikken, kanten strikken om zijn kuiten, duidelijk geen arme sloeber. En hij heeft de naam genoteerd van die jongen. En dit is een signor Pieter Bodaar staat erop. En dat is iemand die, het moet een vriend van Savarijn zijn geweest, die tegelijk met hem in Praag was. Hij is geboren 1 of 2 jaar eerder dan Savarijn. Hij komt uit Liel en hij komt uit een protestantse familie, net als Savarijn.
Lakenkoopman en vestigt zich in 1607 in Amsterdam, weten we. Dus hij is ook naar het noorden gekomen en was kennelijk in Praag. En Savrij heeft hem dus eventjes snel geschetst op het moment dat hij daar een dutje aan het doen was. Hij is zijn haar een beetje in de war, hij is daar even aan het slapen en zittend op een stoel. Dus hij heeft even een snel schetsje gemaakt van zijn metgezel, wat het ongelooflijk bijzondere schetsje. Hij maakte dit soort schilderijen naar dit soort tekeningen, zoals deze boheemse boer die bijna als een portret, een wandelaar, zit even te rusten in een bos waarin je weer allerlei fantasie-elementen en ruïnes ziet weergegeven. Andere bruiklijn uit het museum in Kortrijk, deze 1604 gedateerd, dorpsplundering. Ook volledig geënt op de traditie van Pieter Breugel. De wintermaanden, de tijd van het jaar dat soldaten gaan muiten. De oorlog ligt stil. En dat is typisch zo'n thema ook uit de Breugel-traditie. Rudolf II had ook een werk van Pieter Breugel met een dorpsplundering in zijn bezit. Die komt zo vol details. Die het ongelooflijk aantrekkelijk maken. Dit is die Breugel in het bezit van Rudolf II, nu in Engels koninklijk bezit. En het bijzondere van dit schilderij is dat Karel van Mander beschrijft het als een kindermoord. En Rudolf II heeft alle kindertjes laten overschilderen door allerlei andere details, waardoor het in een gewone dorpsplundering is geworden. Dus kennelijk te gruwelijke voorstelling. Uit technisch onderzoek naar dit schilderij in de Engelse Koninklijke Verzameling is gebleken dat die kindertjes inderdaad onder overschilderingen aanwezig zijn. Dus het verband met het schilderij van Savrij is natuurlijk groot. 1604, dus hij is dan net in Praag en geeft echt zijn visitekaartje af bij zijn broodheer. En tenslotte nog een groepje tekeningen van mensen die zijn ruiters die zijn geïdentificeerd als Hongaarse ruiters. Dus als Savrij aankomt in Praag, is Rudolf II nog volop in oorlog met het Ottomaanse Rijk. Hij heeft te maken met allerlei opstanden in zijn rijk, opstandige prinsen, waar Hongaarse ruiters, militairen, die er bijzonder gevaarlijk uit moeten hebben gezien. En er moet indruk hebben gemaakt op Roland Savrij. Die hielden daar een beetje de omgeving in hun greep. En hij maakte ook dit soort schetsen van die mensen. Altijd met exotische veren, luipaardvellen, noem het allemaal maar op. Ook van achter gezien. Hè. Je hebt het gevoel dat die mensen niet in de gaten hebben gehad dat hij ze ging schetsen. En maakte er soms een handjevol schilderijen zijn er bewaard. Zoals dit schilderij uit het Louvre, waar die tekening ook uit Custodia, die hier rechts ziet, als voorbeeld verdienen. Deze ruiter met een krijgshamer in zijn hand, die ziet u hier terug aan de linkerkant op het schilderij. En hier een tekening van die man op dat stijgerende paard heeft een luipaardvel wat daar zo over zijn schouders wappert. Dus dat moet echt een enorme indruk hebben gemaakt op die Roland Savrij. En hij gebruikte dan zo'n tekening, ook bijvoorbeeld weer een detail van het schilderij uit Kortrijk, voor zo'n schilderij. Dus er valt ongelooflijk veel te zien en te beleven aan die schilder. Hier ziet u het beeldmerk van de tentoonstelling met de kakatoe. Aan dat werk van Roland Savrij. Het is heel gedetailleerd, er valt heel veel te ontdekken. En ik hoop dat u in staat zult zijn om de reis naar Den Haag te maken, om het zelf te zien. Dank u wel. Mag ik er eventjes aan toevoegen dat wij, de vrienden van TMSK, al kaartjes geboekt hebben voor de tentoonstelling. We gaan op 20 april, hè, Hilde? Dus, voilà, met deze. Fijn. Ja. Wilt u misschien nog wat vragen? Of wilt u... Ja? Met welk materiaal tekende jij? Veel met krijt.
Ja, met verschillende materialen. Met krijt is echt het basismateriaal. Maar ook wel met grafiet. Hij maakte ook gebruik van wat wassingen. Dus dat je zo'n voorstelling afmaakt met wat waterverf. En ook soms pen en inkt. Dus eigenlijk een breed scala aan materialen, ja. Ja. Hij was doopsgezind. Ik ga ervan uit, ik ben niet zeker, dat Rudolf katholiek was. Ja. Als Habsburger. Ja. Op dat moment, dus de noordelijke Nederlanden en de zuidelijke Nederlanden, dat botste toch omwille van het sluiten van de Schelde. En toch gaat een doopsgezind iemand in dienst treden of wordt aanvaard ja. aan een katholiek hof. Ja, nou ja, Rudolf II was liberaal. Hij was dat is ook wel wat je ziet aan die tekeningen van Joodse gelovigen in de synagoge. Dat was ook voor de Joodse gemeenschap in Praag een voorspoedige periode. Dus dat kon. En dat is sowieso, ook in Nederland is altijd een beetje een discussie. Werkte katholieke, want meer dan de helft van de mensen in het noorden was ook katholiek. Werkte die dan ook voor protestanten? En het blijkt, uit onderzoek is telkens gebleken dat het eigenlijk heel... die strikte scheiding eigenlijk veel meer van veel later tijd is geweest. Dus dat hij rustig voor een protestant kan rustig voor een katholiek werken en andersom. Dus ja, dat is maar een goede vraag, ja. Ja. Dank u wel.